Passagiers die willen vertrekken vanaf Eindhoven Airport moeten straks mogelijk een extra belasting betalen. Dat wil een meerderheid van de Eindhovense politiek. Met de lokale vliegtax kan er extra geld worden binnengehaald, bestemd voor het zogeheten leefbaarheidsfonds. Met het geld uit het fonds moeten maatregelen worden genomen om de luchtvervuiling en de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken, zoals woningisolatie. We hebben het over 1 euro. Per vlucht, uitgaande vlucht. En ja, misschien is vliegtax niet het goede woord, want we mogen denk ik geen lokale belastingen daarop heffen. Maar je kunt ook gewoon 1 euro op een ticket zetten en dat geld reserveren en die 2,5 miljoen overmaken naar de rekening van het leefbaarheidsfonds. Wij zijn in ieder geval niet op dit moment voor die lokale vliegtax. Ten eerste weten we niet of het überhaupt juridisch mogelijk is om dat lokaal te doen. Daarbij is het zo dat landelijk op dit moment ook al plannen liggen voor een vliegtax. Dus dan denken we, nou, dat wordt eigenlijk dubbelop. En wij zien meer om te kijken in hoeverre mensen bereid zijn om vrijwillig eventueel wat bij te dragen aan dat leefbaarheidsfonds op het moment dat je gebruik maakt van Eindhoven Airport. De vraag is niet of het kan vooraf, want zo kun je elk idee de grond inboren. Maar het idee is of je het wil. En als je het wil, waarom willen ze een weg? Al jaren klagen omwonenden, steen en been. Als het mooie weer is, je zit in je tuin. Een normaal gesprek, dat kun je feitelijk niet voeren. Want als een vliegtuig overkomt, dan kun je elkaar niet meer verstaan. En die overlast wordt mogelijk erger. Dit jaar wordt er namelijk onderhandeld over verdere groei van Eindhoven Airport. Met name PvdA en GroenLinks vinden dat de luchthaven zelf veel te weinig doet om de overlast te beperken. Maar wij proberen Eindhoven Airport, de directie, de Raad van Commissarissen al enige tijd van te overtuigen dat zij geen commerciële onderneming zijn, maar een publieke functie die met 25% aandelen verbonden is aan Eindhoven, de gemeente Eindhoven, met 25% aan de provincie Noord-Brabant en de rest aan de landelijke overheid via Schiphol. Het is gewoon dus een maatschappelijke instelling. Ze hebben gewoon een taak voor de omwonenden. Ja, ze hebben een taak om de lasten die de omwonenden ervaren, allereerst om daarmee in gesprek te blijven gaan, maar ook om daar iets voor te doen en daar een oplossing voor te vinden. Wij vinden dat Eindhoven Airport wel de goede eerste stap voorwaarts heeft gezet daarin. U vindt dat de airport voorlopig voldoende doet? Op dit moment wel. Vanaf dit voorjaar gaan regiogemeente Eindhoven Airport en omwonenden opnieuw om tafel. Om te bepalen of de luchthaven de komende 10 jaar kan doorgroeien.